Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag zijn we voor een nieuwe video, de Solo Ultra Hardcore aflevering 23 of 24 van seizoen 4. En ja, er zijn een aantal regels voor jullie bedacht. Een paar hele stomme die ik zelf heel erg gehaat en een paar nice regels die het moeilijker maakt. Allereerst is de regel van Stef van Schie. Ik mag geen map maken. Heel goede regel. Alleen ik zal anders toch geen map maken. Dus het maakt eigenlijk niet heel erg veel uit. Maar het is wel een goede regel, lijkt mij. Dus ik mag geen map meer maken om bijvoorbeeld de weg terug te vinden en zo. En een regel van David van ah is geen regen potions gebruiken. Is een hele goede regel. Ik kan hier wel vallen, volgens mij. Ja. Want regen potions zijn eigenlijk wel te overpowered. Want als je eenmaal één drinkt, je kan je hele levens weer van één hartje of een half hartje tot de volledige 10 hartjes weer terugkrijgen. Dus het is inderdaad iets te sterk en dus daarom gaan we het ook niet gebruiken. Oh, koudtipper. Awesome. Even kijken. De regel van Vincent de Gans is, je mag geen amplifiers gebruiken bij de potions. Oftewel, geen redstone en gunpowder of glowstone toevoegen. Waardoor de potions kun je gooien, waardoor ze langer duren, waardoor ze een groter effect hebben. Oftewel, de instant health potions die ik drink, die hier er maar 2 hartjes in plaats van 4 dan. Dat is al een goede regel, want anders wordt het ook iets te makkelijk daarmee. Dus, een regel van Jort de Nooi is, er is een nieuwe game rule om dat F3 gedoe te verbergen. Ik was het ook helemaal vergeten, maar bedankt. Als we nu eventjes open to land snel doen. Dan kan ik namelijk de cheats gebruiken. Game rule, reduce debug info, true, doen F3. En we zien geen coördinaten meer, wel de chunk relative, dus dat is wel een beetje eerlijk. Dus dit is wel nice, dan kunnen we, dan zien we in ieder geval geen F3 meer. Ik moet wel even reloggen, want anders heb ik continu dat de wereld aan blijft staan als server. Dat willen we niet. Oké, dus nu kunnen we geen commands meer doen. Ik kan het proberen. Zie je? Game, als ik tap en druk gebeurt er niks meer, dat is mooi. Oké. Andere nieuwe regel van Denis Javer is niet enchanten. Deze regel ga ik juist niet doen. Wat ik wel ga doen, ik ga niet hoger dan level 2 enchanten. Dus ik mag maximaal power 2 of misschien een beetje... wacht, ik dacht maximaal level 2 enchants totdat we de draak verslagen hebben. Als de draak gekillt is, dan mogen we level 4 enchants maximaal. Is de Wither gekillt, dan mogen we gewoon alles. Dat lijkt me, dat doen we dan. Dus bij het begin doen we een beetje niet te hoge enchants, anders wordt het iets te makkelijk. Bijvoorbeeld niet dat je bij het begin al protection 4, verdervalling 4 hebt. Oh ja, ik plaats het hier voor de skeleton, dus daar ook. Ik dacht al, hoe komt dat ding daar? En de laatste regel is van standen gooien. Je mag in je basis maar maximaal 1 watersource plaatsen. Die regel had ik eerst bij Tom's Minecraft toegepast. Maar die gaan we dus nu bij Tom's Minecraft niet meer doen, maar... doen we dus bij deze serie. Dus ja, dat waren de regels. Ik ga nu eventjes in full screen weer spelen. Dus ik moet even de recording stoppen. En dan zie ik jullie zo weer terug. Oké. Waarschijnlijk is het UI nu iets veranderd. Omdat ik van 70p naar full screen ging. Maar ja, we vonden het ravijn vorige keer. En ik wil best wel graag wat goud hebben. Ook heb ik nog geen damage genomen. Dus laten we heel voorzichtig naar beneden gaan. Ik moet eigenlijk een watersource hebben. Zie ik nu. En mensen zeiden dat rond... in de video... rond toen ik ongeveer hier stond, er iets heel raars voor het beeld langs ging. Er staan 2 mensen in de comments en ik heb helemaal niks gezien. Dus wat zagen jullie voor het beeld langs gaan of zo? Ik vond het een beetje raar. Oh. Oh. Kut. Dat is de eerste damage. Ik raak de paniek door die skeleton. Die hier staat. Daar zo. Kut. Maar ja, boeien. We hebben nog 9,5 helft. Volgens mij was hier water, zag ik toen ik op die boom stond. Water. Ja, ik zie water. Mooi. We kunnen ook al even de jungle in gaan om daar te gaan caven, want ik heb alles bij me zo te zien. Want die cave is niet heel erg veilig om eigenlijk die ravijn in te gaan. Want dat afdalen, het oplichten, dat je creepers van bovensom op je kunnen vallen. Nou, doen we niet. Misschien vinden we wel een jungle tempel hier eigenlijk. Dat wil ik wel even kijken. Oké. Daar is een savanne. Daar is een spawn. Daar zo. Daar. Daar hakte ik me Dat is mijn stone tool, voor de stone tools, weet ik nog. Oh, een mega taiga. Wauw. Ja, dit is het leuke van microbiomes. Je komt bijna elke biome kom je wel tegen. Zonder dat je 1000 of 10.000 blokken ver weg moet gaan. Want in mijn singleplayer wereld, die ik al echt al dik 2,5 jaar heb, heb ik nog steeds geen Adventuring Time. Ik ben heel lang bezig. En hoe dat komt, is dat ik die één biome, genaamd Swampland M, dat is een beetje een hilly variant daarvan, die kan ik maar niet vinden. Zo, dit is veilig. Oh. En in feite heb ik bijna elke biome heb ik al, behalve die. En dat is echt frustrerend. En door dit in te stellen, Micro's of Biome Size 1, kun je ze veel eerder zien. En dit ziet er zo awesome uit. Jungle, hills, root forest, mega tiger en de vechten. Nice. Zou ik dit zonder damage kunnen halen? Ja, ik doe het gewoon. Zo, perfect. De finest die stoppen fall damage. Is hier een cave? Ik zie nog geen cave hier. Dat is wel jammer. Daar is weer wat mountains. Maar ja, de eerste schoolweek zit er voor mij al op. Voor sommigen begint de school pas maandag of pas volgende week maandag. Want volgens mij heeft Midden heeft pas over over één weekje pas school. En Zuid heeft komende maandag school. En ik heb al een week erop zitten. En voor degene die het weet, ik zit nu in de 5e klas van het gymnasium. En het ging best wel chill de week. Want op mijn rooster, ik doe trouwens het profiel NT, natuur en techniek. En ik heb de vakken Nederlands, CUC Engels, iets hoger niveau Engels. Latijn, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde. Dat zijn dus 8 examenvakken. En dan heb ik nog schoolvakken gewoon die ik dit jaar nog heb. Zijn KCV, godsdienst. Mijn school is christelijk. Ik ben zelf niet christelijk. Hallo zombie. Dan ga je gewoon. En oh, ik hoor een... Ik moet weg. Ik hoor een skeleton. Ik zie een skeleton. Weg. Nog een skeleton. Weg. Ik kan beter even... Nee, nee, nee. Niet lief. Weg. Weg. Waar is dat kreng? Daar. Hij volgt me nog. Nu niet meer. Wat? Nog steeds? Oké, ik ga even een bed maken hier. Want dit is een beetje... Oh, ik heb al een bed. Dat is fijn. Kut skeleton. Maar ja, ik heb nog wat andere vakken. Alleen het chillen was deze week. De roostermaakster had biologie niet in mijn rooster gezet. Hé, ze zijn gelijk gerespawnd. Dat is mooi. Oftewel, ik had 3 uur minder de eerste week dan ik hoorde te hebben. Want ik had gewoon... ik had dinsdag eerste lesdag. Oh, zo'n misje nog wel. En ik had maandag had ik roosters ophalen. En mijn rooster heb ik een keer getweet. En op de dinsdag het 3e uur. En woensdag het 1e en 2e uur had ik eigenlijk biologie. Alleen het stond niet op mijn rooster. Dus ik had gewoon heel chille week. Ik had lekker van tussenuur. Ik kon woensdag heel lang uitslapen. Want ik had pas 10:30 school. Dat is heel lang voor een schoolweek. Sterf. Alleen, jammer genoeg kwam ik er pas woensdag achter. Oh, wacht. Ik heb helemaal geen biologie. Dus ik ben naar roostermaker toe gegaan. En nu moet ik dingen inhalen. En dat zuigt. Maar ik heb wel... Iceplane Spikes. Wauw. Voor mij wordt het halen van die achievement best wel makkelijk. Alleen, die subbiomes zoals... Mega Tiger Hills vinden. Mega Spruce Tiger Hills. Al die subbiomes is een beetje lastig om dat te vinden. Of start ik daar? Dat lijkt wel op. Maar volgens mij is dat de plek waar ik startte. Daar zo. We zochten een cave. Dat is waar ook. Even kijken. Ik kan er niet veilig naar beneden springen. Ik zie nergens een cave. Als ik hier zo kijk. Daar is een cave. Kijken we daar wel eventjes. Want ik wil nu wel graag wat goud hebben voor mijn levens. En we moeten natuurlijk ook diamonds hebben voor naar de nether te gaan. Of we kunnen ook gewoon nu naar de nether gaan. Of het veilig is, ik heb geen idee. Ik heb nog geprobeerd om zonder... Nou, eigenlijk een paar keer wel. Alleen, het is niet slim om zonder enchants naar de nether te gaan. Of zonder arrows. Want ik heb maar 1 arrow en daar heb je helemaal niks aan. Even bogen bij je pakken. Zo. Ziet er wel cool uit. Watervalletje, boompje, sugarcane. Even denken. Dus die cave dan maar. En ik denk dat ook wanneer ik alle achievements heb, dat we gewoon in de basis gaan wonen. Dat is vorig seizoen. Alleen toen gingen we in de aflevering dat we gingen verhuizen. Want ik had toen net, toen was het doel gewoon de draak killen. Had ik de draak gekild. Toen had ik een mooi plekje gevonden. Gingen we net verhuizen. En toen ik een keer door het Netherfortress liep. Want dat kwam ik onderweg tegen. Om er bij een nieuw plekje te komen. Toen zag ik 4 Wither Skeletons. Nou, ik dacht ik kill ze even. Want ik had een heel goed zwaard. Dus dat deed ik. Ik had 2 of 1 gekild. En toen had ik lag. Gewoon 1 seconde lang stond het beeld vast. En toen het beeld weer los stond, werd ik gewoon direct gekild door een Wither Skeleton. En toen was de serie afgelopen. Het is een beetje een abrupt einde. Dus ik heb nooit echt het gevoel gehad hoe het... Die cave heb ik trouwens overgeslagen, want het was niks. Hoe het nou is om een basis te hebben terwijl je ultra hardcore mode speelt. Voor mij is het best wel awesome, want je moet je moet genoeg eten hebben. Je kan niet zomaar elke keer doodgaan, dat kan gewoon helemaal niet. En je moet continu genoeg health potions hebben. Oftewel, je moet een farm hebben voor goud, een farm voor melons, een setup die potions voor je brouwt en zo. Dus dat lijkt me awesome. Ik zie daar een cave. En ik zie wat varkens die ik even ga vermoorden. Ik heb al, genoeg eten, maar je kan nooit genoeg hebben van iets. Ben je er te veel dan te weinig. En laat ik die daar wel in leven voor het breeden ervan. Want als ik alles vermoord, is niet echt zo slim. Ik zie een zombie daar. Die toort plaats ik per ongeluk. Die. En het is geen cave. Wauw. Het is gewoon weer zo'n stomme waterpoel. Natuurlijk. Ik like Saxuma wel. En zijn UHC. Die kan ook geen cave vinden. Ik zie daar wel een cave. Die is iets te hoog. Heb ik al melons mee? Nee. Wel handig voor health potions lijkt mij. Dat is toch genoeg. Hiermee kun je al 24 hartjes mee healen. Met deze melons. Dat is ruim genoeg. Even kijken. Op dit moment is trouwens een vriend bij mij aan het slapen. Dus hij ligt nog in bed volgens mij. En ik dacht ik ga even snel er vroeg uit. Want dan kan ik nog eventjes een aflevering opnemen. Want ik heb laatst niet heel veel genoeg tijd gehad om te... Weer een mega tijger. Wauw. Ik had laatst niet heel veel tijd om op te nemen. Want ik had schooldingen. Ik had drummen begon weer. En ik ben echt heel erg druk bezig met het modpack. Ik heb elke dag... Ben ik al 4 uur lang bezig met code aan het schrijven. Of dan niet echt code, maar meer dingen invullen. Ook grotendeels een beetje XML-code. Om het modpack te maken. En hier is een cave. Awesome. En dat neemt echt zoveel tijd in dat modpack maken. En hij komt. Hallo skeleton. Hoe gaan we het veilig doen? Zo gaan we het veilig doen. Heel rustig even dit plaatsen. Holy fuck. Als ik niet geblokt had, was ik dood geweest, hè? Oh, dat scheelde echt niks. Maar als het modpack eindelijk uitkomt, dat komt waarschijnlijk vrijdag komt die uit. Want ik wil vrijdag de allereerste aflevering opnemen. Die ik trouwens ook direct ga streamen. Ik ga niet skeleton spawnen zelfs. Fuck. Dit is gevaarlijk. Ik ga de eerste aflevering van het modpack ga ik niet opnemen, maar ga ik streamen. Dus tijdens de stream met alle leden van de server. En dan gaan we de opening dan doen in de stream. Dus wordt wel awesome. Die komt dus waarschijnlijk vrijdag, komt die stream. Ik weet niks zeker. Het is allemaal nog, het is allemaal nog van, ik denk dat dat dus dan komt. Want het modpack is bijna klaar. Ik moet nog een paar dingen toevoegen. Ik moet de permissions nog even checken. Van elke mod en... Het dichtmaken. En dan moet ik nog een releasen. Moet ik de server nog klaarzetten. En het kan echt wel een tijdje duren. Maar dat neemt dus heel veel tijd van mij in nu. Ik doe het ook een beetje... Ik bedoel, ik kan wel wat minder aan gaan werken en dan meer video's gaan maken. Maar ik wil gewoon het modpack af hebben. Ik ben er al zo lang mee bezig. Dus vandaar iets weinig, iets minder video's dan normaal. Maar als... je hebt vast gemerkt dat ik pas een 1.8 release heb geüpload. En die video heeft ook heel veel tijd gekost. Dus dat is ook een van de redenen dat ik iets minder upload. Want die video heeft ongeveer de tijd ingenomen waarin ik normaal iets van 4 video's kan maken. Dus holy fuck, dit is veel. Redstone. Bucket, die neem ik mee. Die kan weg. Horse armor wil ik wel. Redstone ook. En die. Oké. Kan ik nog een achievement hier halen? Even kijken. Nee, volgens mij niet. Dus daarom iets minder video's. Hopelijk snappen jullie het, want ik doe het allemaal natuurlijk voor niks. En soms moet je gewoon eventjes een korte pauze nemen, omdat je met andere dingen druk bezig bent. Even. Volgens mij zit hier weer een spawner achter. Ik hoor heel veel zombies. En skeletons. Oké, hoe ga ik dit veilig doen? Ik ga even hierop staan. Oh, wat ben ik weer slim. Maar maak het uit. Het is maar een serie. Het is niet het echte leven waar je damage neemt of zo. Zo, sterf. Oké, spant niks. Dat is mooi. Maar als het een echte UHC was, dan was het ook echt wat voorzichtiger zijn dan nu. Ik ben een beetje onvoorzichtig. Maar ja, dat maakt het uit. Wat kan ik nog even vertellen? Ik heb eigenlijk niks te vertellen. En ik vind het een beetje stom te zeggen van, ik hak iron. En we gaan nu op zoek naar goud. Oh ja, ik had net was een beetje met school. Oh, emerald. Alleen wat was ik over school aan het vertellen net? Ik weet niet. En ik vind het stom om te gaan recorden ook niet weet waar ik over kan praten. Dus awkward moment. Lava, cool. Ik laat een beetje lapis mee, denk ik. Wat kan weg? Die kan weg. Het is trouwens ook een beetje heel vroeg in de morgen. Het is nu echt letterlijk... Ik vind 10 uur. Ik ben net een kwartiertje wakker. Dan ben ik niet echt super helder op het moment met recording. Maar ik wil wel eventjes een aflevering online hebben. Holy fuck. Echt. Oké. Maar dat modpack komt dus... ik wil dus op vrijdag... Voordat... Hoi zombie. Nee! Hij nam geen knockback, die zombie. Ah, maakt het uit. Maar vrijdag wil ik rond 2 uur een video release waarin ik uitleg hoe je het modpack kan krijgen in de launcher. En hoe je en het allemaal werkt. Dan wil ik ook direct een tour doen van de testwereld die we nu hebben run op de server. En daarna dus komt die avond dus de stream, aflevering 1, dat we de serie openen. Ga ik ongeveer 3 uur lang, of om 3,5 uur lang denk ik eerder streamen. Op de server gaan we wat dingen doen, denk een beetje gaan minen. De basic machines maken. En dan sluit ik het natuurlijk af, want ik kan niet eeuwig streamen. Ik zie goud! Eindelijk! En redstone! En een creeper. Opratten jij. Zo. Goed alles oplichten, want anders... Oh, ik dacht even dat ik een babyzombie hoorde. Gelukkig. Oké. Zo. Alles is veilig. Denk ik. En dat leidt nergens naar, volgens mij. Oké. Heb ik een appel? Oh ja, ik had 5 appels. Volgens mij ga ik zo eventjes healen als ik genoeg goud krijg. Want ik wil wel graag die hartjes terug hebben. Die ik een beetje stom verloren heb. Hier is 1, 2, 3. Hier is 7 goud dan, volgens mij. Even kijken. Ja, 7 goud. Awesome. Kan ik vast in de smelting ding doen. Ik wil bijna zeggen de smeltery, maar dat is een beetje te veel van modpacks. Natuurlijk van Tinker's Construct. En Tinker's Construct is echt een fucking awesome mod. Dat ding is zo realistisch, die mod, want dan doe je een oor in een smeltery. Die runt op lava. En dan zie je het ook echt zo smelten. Heb je zo'n bassin, zie je het erin zitten. Dat is niet veilig. En als je dan een ingot wil maken... Dan zie je het echt eruit stromen in een vorm van een ingot. En dan als het helemaal hard is, dan kun je het eruit halen. Het ziet er zo awesome uit, die mod. En Het is echt een van de mods die ik bij het begin echt heel veel ga gebruiken in het modpack. Het modpack heet trouwens Dreadrackade. Het is een beetje een hele rare naam. Ik heb ook... Ik wist geen naam. Ik denk Tom Pack. Dat klinkt zo stom. Dus ik denk... Ik ga even een random awesome woord gebruiken. Dus ik ging op Google zoeken naar random English words. Zo'n generator. Hier is meer goud. Ik pak even maar eentje. Dan kan ik direct gaan smelten. En die zei, geef het na een tijdje dit woord. Tetragate. Ik denk, oh, dat klinkt al heel erg bazig. Dus ik denk, toen had ik dus het met de groep overlegd. Oh, ik zal erin doen. Voor mij red ik net niet met de kool. Ze vond ook een awesome naam, dus dan... toen dachten we, dat is dat de naam dan. Want we wilden eerst scheepak doen. Of zo'n andere debiele, labiele kutnaam. Alleen, dat was een beetje stom. Dat is niet alleen mijn modpack. Ik heb het hele ding wel gemaakt, het hele modpack. Maar ik heb het ook deels voor jullie gemaakt. En voor de servergroep. Dus ik denk, ik ga niet naar mezelf vernoemen. Dat klinkt een beetje stom. Die kan ook direct in. En dan kunnen we nu... Volgens mij, als het goed is, even gaan healen. Want daar ben ik wel even wat aan toe. En ik ben ook aan koffie toe eigenlijk, in real life. Want ik ben nog steeds slaperig. Oké, appel. Ah, heerlijk. Oké, maar ik denk dat ik de episode hierbij eindig. We hebben nu weer geheeld. En we hebben heel veel damage genomen, dat ik niet had moeten doen. Maar ja, in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Ik moet even kijken of er morgen wel een video online komt. Want ik heb nog steeds een vriend bij mij. En ik ga niet de hele tijd gaan recorden. Ook tegen hem zeggen, ga eventjes ergens anders zitten. Dus ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En Bert, jij gaat dood. En jij ook. En jij. En nu die nog. Ik denk het.